Tijd voor een nieuwe knoop. Ik ga voor de cross knoop. De Christiansen wordt hij ook wel eens genoemd. Hij lijkt op de Van Wijk, om eerlijk te zijn, vind ik zelf. Maar als je ziet, dit gedeelte zorgt ervoor dat hij gewoon opvalt eigenlijk. Een hele, hele eenvoudige. Dus, je kunt hem meedoen als je wilt. Kaart trekken. De knoop losmaken. Ik heb de brede zijde aan mijn rechterkant, want dan wordt hiermee gevouwen. De afmeting, ja, je moet weer een beetje spelen met de naden op je das. Er zit dan die schuine naden op. Als je die afmeting ongeveer aanhoudt, kom je meestal wel uit. Je hebt nog een klein beetje speling nadat je hem geknoopt hebt. De rechterzijde is dus de brede kant. Daar begin ik mee. Je gaat rechts over links. Vervolgens ga je onder je das door. Haal je hem terug. Trek je brede zijde naar rechts toe. Gaat achter je das langs. Nou krijg je het. Even je vinger ertussen zetten. Draait hem één keer om je vinger heen. Draait hem twee keer om je vinger heen. Dus dit lijkt al op de Van Wijk. En daarna ga je achter je stropdas langs. En haal je hem door. De lus naar beneden toe, die net al gaat, dus allebei de lussen heen. Nou, vervolgens krijg je het corrigeren en goed trekken. Het is op dit moment al een vrij brede knoop, alleen als ik hem zo breed laat, dan hangt de das zo ongeveer boven mijn navel. Dus wat ik doe is met de dikke zijde aantrekken. Dat is de speling waar ik het net over had. Ja, dan kun je met de korte zijde nog een beetje aantrekken. Ja. Dus hoe strakker je de lus eigenlijk neemt, hoe beter dat je met je afmeting ook uitkomt. Ik had de lus nu vrij los. En ik moet wat meer trekken. Hoe zit hij goed? Dan zit hij goed. Schroom niet ook om als je met je das bezig bent om dan ook gewoon te corrigeren. Bijvoorbeeld geen enkele knoop of bijna geen enkele knoop is gewoon meteen de eerste keer goed. En dan volgens dat je kraag maar. En dan heb je een hele mooie cross knot. Hier valt er nog iets meer op, heb ik het idee, dan aan het begin. Twee gedeeltes. Een hele eenvoudige, maar toch, ja, ik vind het een elegante, een chique knoop. Maar heel eenvoudig. Veel plezier ermee, laat me weten wat je ervan vindt. En bekijk ook de rest van mijn artikelen natuurlijk en mijn video's.